diamonds. Ow. Het glimt. Cool. Yo mensen, welkom bij deze nieuwe tutorial. In deze tutorial laat ik jullie zien hoe je een texture edit in de vorm van een creeper gezichtje en hoe je het laat glimmen. En zoals je al hebt gezien misschien is de call nog niet geëdit in mijn texture pack. En dat gaan we nu even doen. Oké, daar ben ik op mijn bureaublad. Je gaat als eerste naar start. Je drukt op uitvoeren. En daarna. Nee. Ik haal dit even weg. Want zo kom dit. Als ik dit invul, dan kom ik meteen bij mijn resource pack. Dat vind ik handig. Maar als je nog niet weet hoe het werkt, doe je gewoon procent. AppData. Procent. En dan zie je map.minecraft. En dan ga je wat naar onderen. En dan zie je resource packs. Daar ga je in. En dan ga je in de folder. Maar je moet er wel zeker van zijn dat Minecraft volledig is afgesloten. Want anders heb je kans dat het niet gaat werken. Daarna ga je in Assets. Minecraft. En daarna ga je in Textures. Hierin vind je allemaal maps met textures die je kunt veranderen. Bijvoorbeeld bij blocks. En dan zoeken we op coal. En hier zie je alles waar coal in staat. Dan open je dit met paint. Alleen ik heb een ander programma waarmee ik het kan bewerken en dat is GIMP 2. Maar voor het gemak gaan we even met paint painten. Je pakt het vergrootglas erbij en je zoomt zo ver mogelijk in op je blokje. Daarna pak je je potlood, maar het handigste is om eerst op kleur selecteren te drukken. En dan pak je één van de kleuren hiervan. Je pakt de zo licht mogelijke kleur van het zwarte gedeelte, niet van de stone zelf, maar van de kool. En dat is deze. En dan ga je twee blokjes weg, van boven twee blokjes, van de zijkant twee blokjes. En dan teken je hier een 4 bij dan teken je hier een 4 bij 4 square. Zoals jullie zien. Maar omdat ik het even makkelijk wil houden, teken ik dit in het wit, zodat je het beter kunt zien. Dan sla je 4 pixels over en dan doe je hetzelfde. Daarna ga je hier net tussenin en dan teken je een 2 bij 4 square. En daarna hetzelfde eronder. Maar daarnaast nog een keer. 2 keer 2 hokje. Daaronder doe je hetzelfde. En dan doe je links onderin doe je een 2 bij 2 en rechts onderin een 2 bij 2. Zo heb je een creeper gezichtje. Even kijken hoe lang ik al bezig ben. 4 minuten, oké. Okay. En 30 seconden. Nu heb je het vormpje af. Nu kun je beginnen met het kleuren. Ik neem deze kleur en die kleur voor de andere. Dan gebruik je de lichte kleur, de allerlichtste kleur, gebruik je voor de hoekjes van de ogen. En voor dit gedeelte. En
Hier. Daarna pak je de donkerste kleur. Dat is waarschijnlijk deze kleur. Daarmee kleur je alle andere hoekjes. En als je een mistake maakt, dan doe je gewoon Ctrl-Z en dan is het weg. Heb je iets weggehaald wat je niet wou weghalen, doe je Ctrl-Y en dan is het er weer. Maar wat we nu doen, we pakken gewoon een kleur van de stone en we halen alle stukjes weg die we eerst niet wit hadden gekleurd. Zoals je ziet hebben we nu een creeper gezichtje. Maar om wat variatie te brengen in wat je hebt weggekleurd, gewoon even wat stippeltjes zetten met een andere kleur. Zo. Nu lijkt het gewoon weer op een stoomblok en kool natuurlijk. En dat heeft een creeper gezichtje. En dat is alles wat je hoeft te doen. Nu doe je Ctrl-S. En nu heb je het gesaved. En druk je op kruisje en dan heb je het veranderen. Als het goed is. Oh ja, tuurlijk. Hier zie je nog niet dat het is veranderd. Maar je moet gewoon kool weghalen. Wat je daarboven hebt ingetypt. Want dan update hij alles weer. En dan is hij klaar. En nu heb je hier weer kool. Oh. En zoals je ziet. Hebben we nu een bakje. Dat is alles wat je hoeft te doen om iets te editen. Maar nu willen we ook nog iets laten animaten. Iets animaten. Maar ik heb alle ores al geanimated die ik wil animaten. Dus ik doe de diamond voor jullie nog een keer opnieuw. Dan moet ik even in mijn troepbakje kijken. Want daar staat vast wel in mijn diamond. Or. Denk het niet, maar dan kunnen we ook wel gold ore doen. Het is gewoon precies hetzelfde, alleen dan heeft het een andere tekstje. Oh nee, wacht. We kunnen deze diamond ore wel gebruiken. Oh nee, dat is een te grote. Nou, we nemen gewoon de gold ore. Deze. Ik zet alles even klaar en dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, ik ben weer terug. Ik heb nu de diamond ore hierin staan. En wat je nu als allereerst wil doen is, je zoomt een beetje uit en je pakt dit vast. Daarna trek je dat helemaal naar onderen en je wilt ongeveer voor het gemak 10 verschillende pictures hebben. Dus je gaat helemaal naar onderen toe totdat je bij 160 bent, want 16 keer 10 is 160. En dan zijn we nu bijna bij 160. Ja. En daarna zoom je weer in op de diamond. Je selecteert de diamond. En dan kopieer je hem. Alleen, je kunt ook met Ctrl-C doen. En met Ctrl-V kun je plakken. Maar je kunt ook zo gewoon plakken. En dat doe je gewoon de hele tijd. Dat je alles heb ik opgevuld. Ik selecteer dit even opnieuw. En dan kan ik zo in één keer helemaal afmaken. Wat je nu doet is, je gaat weer naar de eerste afbeelding. De allereerste afbeelding. En die laat je gewoon zo. Je selecteert de witte kleur met de potlood. En je houdt die eerst gewoon zo. En dan de volgende. Dan doe je een beetje gewoon een klein streepje. En in de volgende doe je nog een streepje. En bij de volgende maak je nog een streepje. En bij de volgende maak je nog een keer een streepje. En dan ga je naar onderen. En
Dan zet je hier nog even eentje neer. En dan ga je zo gewoon een beetje op je eigen manier. Deze moet nog een beetje meer. Zo. En deze. Zo. En dan heb je hem helemaal af. En dan save je. Ctrl S. En deze sla ik even op als diamond underscore ore. En ik sla hem op in Alge Edit for Resource Pack. Maar waarschijnlijk heb ik daar al eentje in staan, dus ik 2.0 doe ik er even achter. Opslaan. Dan druk je op kruisje. Zoek je hem op. Want ik heb hem ergens staan, maar als het goed is, zit hij bij jou gewoon in de map. Maar als je net zoals mij ergens anders opslaat, dan zoek je hem. Oh, dan zoek je hem op. Diamond Ore 2.0. En dan sleep je die hierin, maar je moet hem wel dan wel weer gewoon Diamond Ore noemen. Dus. En dat doe je door erop te klikken en of je doet gewoon rechtermuisknop en dan volgens mij kun je hier ook ergens hernoemen, bewerken of zo, geen idee, maar gewoon erop klikken en daarna nog een keer, dan kun je gewoon helemaal bewerken. Nou, dat hoeven jullie verder niet te weten, maar nu willen jullie weten hoe je laat animaten, want dit is nog niet klaar. Wat je gaat doen, je maakt een tekstdocument aan op je bureaublad bijvoorbeeld. En maak die kant op weg. Oké. Dan nieuw tekstdocument. En die neem je gewoon diamond underscore or punt png. En je moet vooral letten op .png, want hij moet wel hetzelfde heten. Alleen, wat je hier niet ziet, is het PNG-gedeelte. Dat staat er gewoon niet achter, want het is gewoon een afbeelding en dat is een PNG. In dit geval dan. En die open je. En dan ga je... Oké, we zitten nu in het kladblok. En wat je als eerste neerzet is zo'n ding. Dan enter. Spatie, spatie. En dan doe je zo'n teken en dan animation. En zo neem. En dan zo. Spatie. Dit. Dan ga je naar onderen. En dan doe je zo 4 spaties. En dan doe je dit. En dan frames. Dubbele punt. En dan spatie. Zo'n haakje. Dan ga je naar onderen en dan ga je iets van 5 spaties. Oh nee, ik bedoel een tab. Ach ja, wat boeit het? Ik haal dit gewoon weg. Dat is wat je moet doen, maar ik vind het handiger om gewoon zo in te voegen. Nou, wat je hier ziet is dus allemaal van die dingetjes, van die nullen. Maar je kunt al deze dingen kun je ook weglaten, dit. Dus we doen gewoon even zo. Ik heb het zo, dit krijg je gewoon. Zo, maar je kunt het aanpassen. Eerst laat hij een hele tijd frame 0 zien. Dat is de eerste frame, daar gebeurt dus niks. Dan de eerste. En dat is dus het tweede plaatje wat je hebt geëdit. Dan de tweede. En dan de derde. Vierde, vijfde, zesde, zevende, achtde, negende. En dat is dus in wezen de tiende. En daarna weer een hele tijd nul. Het maakt niet uit waar je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 neerzet. Kan ook al gewoon aan het begin.
Alleen, ik zou zeggen, kopieer gewoon dit erin. Dan ben je ook meteen klaar. Alleen, als je maar 10 plaatjes wilt, de hele tijd achter elkaar gewoon wil laten animaten, dan haal je gewoon alles weg. Maar bij de laatste moet geen komma. Dus dit komt in de description te staan. Dus wat je hiermee gaat doen is... opslaan. Hij staat nu op broadband. Maar nu ga je naar blocks. En dan... zo, want anders... maar je zoekt, gaat weer naar de D toe. En je sleept dit gewoon zo erin. Ik weet het, dit ziet er anders uit, maar dat komt alleen maar omdat hij dan in deze files is. We kunnen hem gewoon verwijderen, ja. En dan kunnen we deze er gewoon ingooien. En als we dan gewoon weer opnieuw laden, dan openen met klapblap. Oh, WordPad? Nee, shit. Maar dat maakt niet heel veel uit. Volgens mij is dat gewoon weer een klapblok als je Minecraft opstaat. Maar dat boeit ook gewoon helemaal niet. Dus dan laat ik het ook gewoon niet zien. Dan gaan we gewoon Minecraft afsluiten. Ik bedoel alles afsluiten. Probeer kan ook afgesloten worden. En dan drukken we Minecraft aan. Dan... oh shit, dan drukken we op play. En dan gaan we naar deze map, Battlefield. En zoals je ziet heeft het gewerkt. En de call, zijn texture is ook veranderd. Leuk dat je hebt gekeken naar mijn video. Please like, abonneer, laat een reactie achter en check